Als je komende weken vakantieplannen hebt naar het zuiden van Europa, dan heb je geen garantie op mooi weer. We zien hier op de foto de donkere wolkenluchten zich samenpakken boven Andalusië in het zuiden van Spanje. En dat is niet de enige plek waar het momenteel erg wisselvallig is. In Italië veel regenwater gevallen en ook Griekenland gaat gebukt onder die wisselvalligheid. En dat vormt een groot contrast met het weer in onze eigen omgeving. Wij hebben nu juist met heel stabiel weer te maken. Het is wel nog aan de koude kant om een duik in het zeewater te maken, maar op het strand, in de duinen of op het terras bij een strandtent is het goed toeven de komende tijd. En dan kan ik alvast verklappen dat de temperatuur nog wat verder gaat oplopen. Nou, de kaarten in de atmosfeer zijn dus opnieuw geschud. En als we dan even de luchtdrukkaart van het Europese weermodel erbij pakken, dan valt ook op dat we met een geblokkeerd stromingspatroon te maken hebben aan het einde van mei. Een gordel van hoge luchtdruk strekt zich helemaal uit over de Atlantische Oceaan, vanaf de Azoren, over het Noordzeegebied Scandinavië, helemaal richting de Baltische Staten en Rusland. En die hoge drukinvloeden die blijven daar eigenlijk de komende 3 weken een beetje op dezelfde positie liggen. En dat zorgt er ook voor dat die lage drukgebieden als het ware gevangen zitten boven het Middellandse Zeegebied. En dat is een situatie die wel erg veel doet denken aan de situatie in Limburg van een paar jaar geleden. Die lage drukgebieden die op dezelfde plek blijven rondtollen. En het is daar natuurlijk ook warm en vochtig, waardoor er ook voldoende voeding aanwezig is om dit soort hoosbuien tot ontwikkeling te laten komen. En daarbij spelen natuurlijk ook nog hoogteverschillen een rol op het moment dat er in de buurt van Genua een lage drukgebied ligt, het zogeheten Genua-laag. Dan krijg je natuurlijk die stuwing tegen de bergkam van de Alpen, waardoor er nog meer neerslag tot ontwikkeling komt. Nou, dit patroon houdt eigenlijk de komende 3 weken stand in de weerkaarten. En pas op de wat langere termijn dan is die gordel van hoge luchtdruk een beetje aan het verzwakken. We zijn nu aan het begin van juni aanbeland, 5 tot 12 juni. We zien hem nog wel terugkomen in de weerkaart. Dan is hij iets minder uitgesproken en wat meer naar het noorden verschoven. En in de 4e week dan verschijnt er ook in onze omgeving iets meer blauw op de weerkaart. Gaan die lage drukgebieden hun invloed naar het noorden uitbreiden. Ja, zolang wij te maken hebben met die hoge luchtdrukinvloeden, hebben we niet al te veel bewolking, geregeld een droge luchtsoort. En daardoor kan de zon ook volop instralen. Die begint al steeds krachtiger te worden, dus let ook op verbranden op het moment dat je van het mooie weer aan het genieten bent. Maar met die gordel van hoge luchtdruk steekt er bij ons vaak een oosten tot noordoostenwind op. En vooral als dat een continentale droge luchtsoort aanvoert, dan kan de temperatuur wel ruim boven het gemiddelde gaan uitkomen. Eind mei, begin juni hebben we het over zo'n 18 tot 22 graden, wat normaal gesproken in Nederland voorkomt. En daar gaan we dus net iets boven uitkomen. Dus ruime twintigers gaan dan wel tot de mogelijkheden behoren. Nou, in het zuiden van Europa door die wisselvalligheid iets lagere temperaturen, maar dat maakt niet zo'n heel erg groot verschil. En deze temperatuurafwijking is eigenlijk ook voor die hele 30-daagse periode aanwezig. Wordt op de langere termijn iets minder uitgesproken, maar we kunnen dus wel rekening houden met temperaturen die vaak iets boven dat gemiddelde gaan uitkomen. Nou, dan als laatste nog even het neerslagpatroon. Onder die hoge luchtdruk invloeden natuurlijk weinig tot geen neerslag. Af en toe zullen er wel buien tot ontwikkeling komen. Vooral als er dan kleine uitlopers, vores, vanuit het Middellandse Zeegebied hun invloed naar het noorden gaan uitbreiden. Dan kan de atmosfeer onstabiel van opbouw worden. Kunnen er regen- en onweersbuien voorkomen. Ja, en die wisselvalligheid die blijft in het Middellandse Zeegebied aanwezig. Daar 10 tot 30 mm meer neerslag in de verwachting aan het begin van juni. En dat is na die droogte natuurlijk wel welkom. Maar ook daarbij de nodige kanttekeningen. De bodem is daar heel erg uitgedroogd. Op het moment dat er in één keer heel veel regenwater valt, kan de grond dat eigenlijk niet opnemen en stroomt het allemaal af naar de rivieren. Dan nog even samenvattend. Die geblokkeerde stroming met die gordel van hoge luchtdruk is geleidelijk wat aan het verzwakken. Maar tot die tijd zitten de lage drukgebieden nog vast boven het Middellandse Zeegebied. En dat levert een neerslagverdeling op. Droog in het noorden, juist heel nat in het zuiden met lokaal dus van die stevige hoosbuien. En de trend wat temperatuur betreft in onze omgeving iets warmer dan normaal met vaak een ruime 20 graden.